Arr, mensen! Welkom bij deze speciale aflevering. Wij zijn namelijk in het Piratenweekend en het hele weekend staat vast. Maar als je deze video kijkt, is het Piratenweekend al geweest. Maar dat geeft helemaal niet, want ik wil jullie laten zien hoe vet het was. En wij zijn hier in deze games om een echte school te gaan. We krijgen echt schoolles weer, dus een beetje back in de schoolbanken. Roby, je zit al lekker op je plekje, zie ik. Ze is ook helemaal verliefd. Ik ben helemaal verliefd in love. Ja. Ja. Maar dat geeft niet. Ik ga mijn plekje ook even zoeken. Even kijken hoor. En ik zie hier... Oh, Gio zit hier ook. Die zit met vonkjes. Hallo. Die zit ook helemaal in heel zijn hoofd. Dus helemaal groen aan het lopen, zie ik hier. Even kijken. We hebben hier nog meer mensen. Oh. Even kijken. Zijn er nog meer medewerkers hier in de buurt? Warp school? Ik zie wel heel veel bezoekers hier zo. Hallo. Nou, ik ga ook maar op mijn plekje. Gio zit op zijn bankje. Kijk eens, Gio zit ook al in zijn bankje. Wat is dat? Kijk, we hebben Bram, maar die is er niet. Wessel is er niet. Ik moet hiervoor. Oh, wat leuk. En Robin staat erachter, maar die is ook. Irma is er niet. Deavour is er niet. Ook een bankje. Iedere crewlid heeft een bankje. Kijk hoor. Kevin moet daar zitten eigenlijk. En Pieter daarachter. Nou, ik ga maar gewoon op een bankje zitten. Dat is hiervoor. Zo. Leuk hoor. Ja, kijk eens. Wat leuk. Robby. Het ziet er grappig uit. En back in de room. Oh, Floris is hier. Hallo, Floris. En even kijken, nou hier gaan we de school. Ik ga dat ooglapje even weghalen, mensen, sorry. En wauw, dit ziet er grappig uit. Dit is heel apart in Minecraft. Leuk, hè? Ja, dat is. Leuk. Ik ben benieuwd. Van universiteitje. Ja. Dus ja, vandaag zullen we dus jullie wat tips geven om piratenstijl te bouwen. Voor eerst en vooral. En ook de inrichting en zo. En hoe je huisjes bouwt en natuur en zo. Kijk, hier zie je al de warps. Bijvoorbeeld, warp huis is voor huisleer bouwen. En wat natuur is voor natuur. Die al opletten. Bouwen. Ja, ik zie je weer. Ja, ik zie er weer zijn neus weer te kijken. Zijn neus te vreten weer. Ja, even op. Ik wil u weer als strafstudie. Oh. Ik krijg gelijk zweepslagen. Wil je nog een strafstudie misschien? Is er ook een hoek bij jullie of een gang? Nou, de bezoekers zitten wel in de gang, zie je dat? Hallo. Hey, kijk, ze allemaal springen, wat schattig. Leuk. Ja, leuk. Nee, wat moeten we doen? Ik zit wel lekker zo. Ik zit er best wel goed eerst en comfortabel. Dan naar... Warp natuur, hè? Warp natuur, oh. Nou, dat warp gaan we eens doen. Warp natuur. Ik ben wel uit mijn schoolbankje, maar we gaan eens naar warp natuur. Zo. Ik ben er. Zo. Warp natuur. Er komen heel veel mensen hier, Kieren. Zo. Moeten we hier gewoon doorlopen? Nee. Eerst stap 1, hè, mensen. Oh. Stap 1, hè. Stap 1, altijd belangrijk, hè. Ja, sorry. Ik zat helemaal... Gio weer. Opletten. Ja, Gio, zeg je tegen mij dat ik op moet letten? Oh, je stapt hier. Sorry, stap 1. Nou, stap 1. Zo. We maken onze eerste stap, daar gaan we. Roby, ja, dus loop tevoren. Wacht, Roby, opletten. Opletten. Ik zit toch op? Nee, bestaat niet. Dus ik zal even zijn misschien dat ze... Of ja, ik kan dat goed zien. Kan je dat zien? Ja, ik ga even hier op dit paaltje staan. Dan kan ik wat beter zien. Ja. Oh ja, leuk. Dus hier zijn we aankomen hoe je een berg en natuur wat begint te bouwen. Dit is stap 1. Dus hier zie je al een paar afmetingen van hoe de bergen zijn ontworpen. Ja. Dus zo de hoogte en zo. En je moet ook wel opletten voor wat voor blok je gebruikt. Dit is de blokkenkeuze die we hebben samengesteld. Dat kan je ook misschien wel doen de volgende keer. Zo van welke blokken we nu gebruiken. Snap je? Oh, je hebt dus cobblestone en gravel en potsol, stone, gras, leaves en jungle leaves. En dat zijn dus die kan je combineren op je berg blijkbaar. Ja, klopt. En hier hebben we dus de afmeting al gebouwd van de berg. Dus dat is al een beetje de eerste stap eigenlijk. Dus de hoogte zo. En hoe je de berg bent te bouwen. We kunnen naar stap 2, denk ik. Oké, tof. Kunnen we even doorlopen en mooi in een rijtje. Ik zou mooi voorstellen, rijtje. Allemaal oh, mooi in rijtje. Een rijtje. Allemaal mooi in een rijtje. Zo, ja. Ja. Stap 2. Hand in hand, ja. Hand in hand, ja jongens, hand in hand. Gaan we naar de volgende stap. Dan zie je hier dat we al meer hebben toegevoegd. Dus de berg is al gereplaced. Wij maken meestal de berg uit gold, zoals Dennis nu toont. Ja. Zo. En dan replacen we het later meestal alleen in steen. Dus Dennis toont dat eventjes voor. En dus we hebben even steen. Zo. Oh ja, dat doe je replacen dan. Met een X. Dat replacen dan. Ja, dus gold wordt. Dan vullen we het. Ja, dan het topje van elk wordt steen. Nee, Sam, wat doe je nou? Het wordt gras bedoel ik. Dus zo, gras, elk topje gras. En dan nog wat leaves erbij als laatste, zo. Nog andere leaves. Oh ja. Plantjes. Wat gras. En is dat parens, een beetje, wat voor thema kan je dit omschrijven? Is dat dan een jungle thema? Sorry, ik had mijn vinger moeten opsteken, Een piraat.
Ja, eerste vinger opsteken, ja. Alsjeblieft. Okay. Ja? Dus dat was zo'n piratenjungle-achtige berg. Oké. Okay. Snap je nu? Ja, oké. Okay. Dus nu, dit is zo'n piratenjungle-achtige berg. Ja. Ja, prima. Ja, ik was nog vergeten dat er opening was vandaag, dus... dit is zo'n het begin van een bergje, met drie places en zo. Dus, dat dit was het dan, uit. Dus stap 2. En het voorbeeld erachter natuurlijk, hè? Je hebt een voorbeeld gemaakt. Stap 2. Ja, dat was, dit is dan uitgegroot. Ja. Oké. Okay. Ik heb het door. Is goed. Dan kunnen we naar stap 3. Ja. Hand in hand, de mensen hand in hand alsjeblieft. Hand in hand, want dit gaat stap 3. Dit loopt uit de hand. Ja. Hier zie je al, dat ze water hebben. We kunnen wel freerunnen hier, volgens mij, of niet? Nee, ik denk het niet. Tof. Nee, het is goed, het is goed afgezet. En, nice. Ja. Hier zie je al dat ze wat hoogteverschil. Ja. Hier hebben we hoogteverschil toegevoegd voor de berg. Zowat met potsel en gras toegevoegd en een waterplekje met lilypads erop. En dat sloopt dan naar een watervaltje die uit de berg komt. Zo. Of een glijbaantje naar beneden toe. Die dan uitkomt in dit kleine meertje. Oh, ja, denk dat het uitkomt in het meertje. Ik moet naar de wc. Ja, ook. Van het water. Ja, dan moet je vinger. Ik hou wel. Je ziet het niet. Maar ik heb mijn vinger op. Nee, ik hou het wel even in, meester. Oké. En dan zie je ook dat ze al bomen hebben toegevoegd. Een beetje een soort van raamte voor de bomen. Zo de takjes die dat wel hebben gemaakt. De blaadjes komen nog later. Dus dan niet denken van, oh, wat een mooie boom hoor. Alleen de stam. Nee. Dus de blaadjes komen. Wat je daar ziet. Het gebouw is verlaten. Nee. Dit is echt puur natuur. Oké, puur natuur, ja. Puur natuur. Puur natuur, dit. Oh, dat ziet er gaaf uit. Ik ben er. Oh, en dan gaat mijn secretaris even overnemen. Secretaris? Dan. Dat is professor Dennis. Hallo, professor Dennis. Voilà. Oké, ik neem dus professor even een klein beetje over. Was onverwas was mijn keel verdwenen. Dus ik heb hem teruggevonden, hij lag in de kast. Oh, mooi. Mijn keel komt uit de kast, maar oké. Zoals je ziet hier, we hebben allemaal afgetekend. Jens heeft heel mooi uitgelegd allemaal. Dus ongeveer deze stap is klaar. Oké. In de rij, jongens. Gaan we weer in de rij? We hebben hier een kanonnetje gemaakt. In de rij, van de hand. Oh, leuk. Kanonnetje, hij vuurt ook echt af. Ja, op de school. De school moet kapot, hè? De school moet, ja, vandaan. Nee, dat is zonde. Soms explodeert hij niet. Wacht. Oh, nee, hij explodeert niet. Ja, dat is een klein beetje. Oké, we gaan door. Dus. Hier hebben we dan een het wordt donker. Stap. Stap 4. Dat is geen probleem, doe toch gewoon slash D. Ja, dat is... Stap 4. Stap 4. Hier is heel veel veranderd. Dit is echt het is al enorm druk. Ja. Wat eigenlijk is er niet veranderd bijna. Het is raar om te zeggen, er is heel veel veranderd, maar er is heel weinig. Het eerste wat is veranderd is deze blok. Dit is eigenlijk bijgekomen. Gewoon. Wat hè? Blaadjes. En kijk wat het verschil brengt. Bos, zet die bomen niet al te random. Denk goed na waar je ze zet. En junglebomen zijn heel makkelijk om te bouwen. Omdat het vrij random bladen zijn dat je moet plaatsen, want het is een beetje verwilderd, snap je? Meester? En mag je die blaadjes niet combineren met iets anders? Dus bijvoorbeeld liefst met een andere kleur leaf of dat zo? Dat kan zeker. Ja? En wat zou je zeker aanraden dan? Sowieso geen spruce leaves. Spruce leaves heb ik hier als voorbeeld. Dat is deze. Dat zou ik absoluut niet doen, omdat dat een donker blad is en dat is een heel licht blad. Dan ga je denk ik gewoon het best voor oak leaves. Oké, die kan je op zich wel combineren dus, blijkbaar ook. Die twee kun je best wel goed combineren. Dat is wel heel mooi. Dat is een heel goede opmerking van de heer van Da Vinci. Ja, alsjeblieft. Ja, want er ook een fences toegevoegd. Ik hoor niks. Oh ja, fences ook nog, ja. Er zijn ook fences toegevoegd in de bomen. Dat is een klein detail. Ja, goed opgemerkt voor Rowie. Ja, dat moet wel. Dat is een extra punt voor Rowie. Dat is één. Gio heeft een mooie vraag. Mooie vraag kreeg dadelijk. Gio gaat nu heel hard bedenken. Aantekening aan het maken. Oh, aantekening. Oké, dus... we houden naar de volgende maar op. Oh, er is hier een muur. Oh, het is toe. Wat is dit? Wat is dit dan? Wacht, is daar een kanon? Misschien kan iemand hier even... Is er een vrijwilliger die op deze plaats wil staan? Misschien... Ik! Snel! Wat? Te laat! Te laat! Opgeblazen. Opgeblazen die muur. Hoppakee. Het is kapot die muur, wat gaaf. Oh, en dan ligt ook een hoofd hier. Oh, iemand is kapot. Jongens, Stumpy is geraakt, jongens. Nou, dan hebben we maar een klasgenootje minder. Fixen we wel zo. Ja, is goed. Stap 5. Dan gaan we naar de laatste stap. Ja, dat is dan eigenlijk het afmaken van wat we al hebben. Dat gaan we afmaken. Hier is weer heel veel. Nou, we hebben net één afgemaakt met een kanon. Beetje meer of min kan geen kwaad, hè? Nee, dit ziet er heel anders uit, joh.
Ziet er heel anders uit, ja. We hebben meer kleuren toegepast. Het was wel bruin en groen dat we zagen. En nu hebben we echt kleurtjes toegepast, zoals het riet met lichtgroen. Sowieso ook dit meloentjes en hooibalen, zoals je hier ziet. Het zijn kleine details, maar ze volgen met net veel verschil. Maar wat ook misschien is toegevoegd dat heel verschil maakt, zijn bloemetjes. Wie zit er met dat vuurwerk te kloten, hè? Zijn die mannen op de kanon? Godverdorie! Verdomme. Zout eens op, jongens. Op zout hier. Ja, jullie worden geschorst. Jullie worden geschorst. Vervelend hier. Op de gang, jullie. Op de gang. Kom op. Op de gang. Ja, jullie mogen in de hoek staan. In de hoek. Kom maar in de hoek. Jongen, jongen. Ja, ga door. Hier. Sorry. Ja. Ga door. We gaan verder. Arr. Zegt slecht. Arr. Maar wordt er een hondsdol hier? Dus eigenlijk, natuurbouw is eigenlijk simpel. Je moet gewoon een beetje met je verstand bij zijn en onthouden stappen. Het is makkelijk. Je begint met nadenken welke blokken wil ik. En dan begin je met afmeten van bomen uiteindelijk. Als de berg af is, voeg je bladeren toe, voeg je details toe. En dan nog het allerlaatste bloemetjes en een beetje hooibalen. Mooi hoor. Waar een lege blok staat, daar voor plaat je Rowie is dat dan wel moeilijk, want Rowie heeft niet zo'n Rowie verstand. Rowie is niet zo goed met bloemetjes. Nee, ja. Niet! Nee, maar dat heb ik ook wel kunnen vertellen. Ik vind ook wel dat als je zoveel, dit is natuurlijk heel druk gebouwd, maar dan blijf je ook langer kijken om te kijken wat je ziet. En dat is dan ook wel weer een voordeel, hè? Als je dan bijvoorbeeld in een attractie gaat, dan wil je nog een keer door die attractie om te kijken van hoe die scène nou helemaal eruit zag. Ik denk dat dat wel belangrijk is ook bij zulke dingen. Dus een hele goede tip. En wat bij attractie moet je zeker ook plafond rekenen, hoor, dat je geen kaal plafond hebt. Dan moet je een beetje leaves aan hangen en zo. En een beetje van die. Beetje kobbel. Beetje kobbel, ja. Ja. Maar we zijn absoluut nog niet klaar. Want je kan misschien wel nu natuurbouw. Iedereen heeft die wel goed opgelet, zie ik. Ik heb heel veel notities gezien. Die Zolhoi daar. Oh, die is weg opeens. Wat? Neem de benen. Oké, okay, mag ik wel klikken op mensen? Nee, ja, ik dacht dus. Die hebben wel hoop opgeleid. Die gaan gelijk de server uit. Prachtig. Oké. Dus hij deed zijn best. Maar hiermee kun je nog niet van piraten. Dus eigenlijk laten we nog eventjes terug naar Warp School gaan. Oké. Dan komt dan deel 2 dan toch wel. Is goed, ik ga naar Warp School. Oh ja, dan gaan we weer op de banken zitten. Even kijken hoor. Oh. Dus iemands stoel is kapot van Robin. Heeft de stoel gesloopt. Ik wou op jouw stoel zitten. Nee. Hallo, jongen terug. Nee. Wat doe je? Zeg me weer. Dankjewel. Goeie. Jongen weer terug. Dat weer te slopen hoor. Oh, wat? Hoor ik daar bel? Oh. Oh. Hartebel? De les gaat beginnen, jongens. Les gaat beginnen. Wacht. Ja, ik zoek het. Waar is mijn plek? Waar is mijn bordje? Oh, hieronder. Zo. Ja. Oké. Okay. Sorry, meester. Oh. Ja. We hebben dus heel veel. Zet je hem al op die kop te doen, Mikey. Wat doe je, Mikey? Naar wat kijk je daar? Toch niet naar dat Winstel Games, hè? Nee, Mikey. Geen videogames kijken in de les. Stoute beren. Als je je leerling in de hand houden, hè? Ja, zit ook op mijn stoel. Zo slaan met de linie. Jongens, jullie hebben echt iets te veel uitgelegd. Er komt allemaal rook boven het hoofd van Gio. Kom, heb je iets te veel uitgelegd daarom? Moet je kijken. Ja, ik begrijp er even niks meer van. Een Rowie ook, die is ook helemaal kierig aan het worden. Rowie draait helemaal door. Misschien helpt een glaasje water uit. Rowie, het zijn allemaal stenen, hè? Ja, ik sorry meester Jens. Ah, dankjewel. Ja, ik ben nog wel een heet hoofd, dus vandaar die rook. Jeffrey was te laat. Jeffrey, te laat. Jeffrey, waar is die? Moet ik nakomen? Waar is die? Nakomen. Hier ook. Ik heb een gepaste straf, je mag in blokken plaatsen. Oh nee, is dat je brekkie, Biep? Oh, je zit daarachter. Ach, die is stinky. Ja. Je mag het plaatsen hoor, als het is weer stinkt. Hey, Gilles, je zit op de plek van Tim. Oh, de stout. Gilles. Sorry. Zo. Oké, laten we verder gaan. Oh ja, ik ben klaar voor de les. Ik ben helemaal Oké. Hopelijk was de lesuur een beetje fijn. Het was heel veel theorie.
Maar praktijk komt zo meteen. Oh, dus houd jullie zeker nog wakker. Maar we gaan eerst nog een klein stuk theorie zien voor we dat doen. Dus eventjes nog de tanden bijten, niet te hard. Want anders heb je zo'n tandtekort zoals Rowie, is niet zo fijn. Arr. En kijk even op bord. Pak maar allemaal jullie notitieboekje bij en schrijf maar als volgende warp. Huis. Oh, ik dacht, ik wou echt een blaadje pakken. Oké, excuus. Dat is heel bij warp huis. Nou ja, dat heb ik weer. Goh. Oh. Zoals je hier ziet, hier hebben we een huis. Zo? Nee. Aan de andere kant. Uit, joh? Ja, dat is een heel druk huis. Je kan ook helemaal langs hier komen. Langs de zijkant kun je ook helemaal aanschouwen van het huis. Dit is een piratenhuis die we hebben helemaal gemaakt met de crew. Heel detailvol, ja. En nu gaan we even tonen hoe begin je daar eigenlijk aan zo'n groot huis, want het is wel een groot huis op zich. Ja, echt mooi hoor. Mooie hoeken daar. Hiernaast hebben we hetzelfde huis, maar met een ander dak. En je ziet meteen dat dak ziet er niet bepaald uit. Snap je? Dat is niet echt zo van. Even kijken hoor. Hier zo, ja, het is nogal druk. Achter je. Kan 180 graden met je hoofd draaien. Ja. Kijk, hier zo heb je hetzelfde dak eigenlijk, maar gewoon met andere kleuren. Dus het is belangrijk, dat zeg ik nu al voor verdien bij je huis, welke blokken je gebruikt. Denk goed na met kleurencombinaties, want anders gaat het er niet uitzien. Dat is een eerste tip bij je huis. Ja, ik vind dat steen veel leuker. Ja, daarom. Daarom steen zeker mooier. Maar dan gaan we bij stap, hoe begin je nou aan zoiets? Heel druk en enorm veel detail en slabs en stairs en zo. Dus kom een beetje achteruit en ja, mooi. En misschien een beetje vliegen, maar niet te veel mensen voor je springen, ik weet niet. Zo, ja. Oh. Dio gaat het uitleggen. Ja, ik kan jullie allemaal even welkom heten in mijn huis. Ziet er mooi uit. De deur staat altijd open, Sam, de muren ook. Kloppen. Kun je knabbel knuisje? Oké, maar dat is goed begin hieraan. Heel simpel, je begint met de afmeting. En dit is de afmeting. Gewoon je plaats, houten, hoe het moet uitzien. Dit stuk wil ik iets hoger worden dan dit stuk. Ik wil dat de deur in het midden zit. Ik wil hier raampjes. Dan kun je dan allemaal een beetje bekijken hoe groot je het huis wilt. Dus hier, heel simpel hier bij mee. Dat kun je vrij random plaatsen. Dus dit is het skelet van het huis, om het zo te zeggen? Kun je het zeggen, ja. Zeker. Dus dan gaan we door naar stap 2. En daar is al vrij veel veranderd. Daar zie je al meteen dat er hier een muur achter zit. We hebben een muur geplaatst, dus het is al niet meer zo open deur voor Gio. En we hebben ook al afgemeten hoe we het dak willen. Okay, kijk even omheen. Draai zeker maar. Oh ja, nu is het inderdaad wat meer een huis aan het worden inderdaad. Je afmeting gemaakt van de daken zie ik. Kijk, en dan zien we Jens al beginnen. Jens is hier al beginnen met het aan het mooi maken. We beginnen al stairs en slabs en zo te gebruiken. Dat is het eerste wat we een beetje doen. Wat ik ondertussen ga doen, als Jens lekker bezig is met het dak. Ik vind dit een beetje eentonig. Het is een beetje enorm bruin. Ik vind het, ja. Toen een beetje, als ik naar de wc heb gegaan, heb ik ook soms gevoel. Ik begin maar een beetje met wat wit wol toe te voegen. Dat lijkt al heel veel vrolijker, vind ik zelf. En plaats je dat gewoon random? Nee, dat zeker niet. Dus je gaat zeker niet zo'n gat slaan. Tot er dan niet witte wol in, want dan anders krijg je zo van die plekken. En dat vind ik niet mooi. Nee, maar je slaat wel random gaten in in de muur. Of is het echt een structuur? Dit is meestal wel een beetje van, hier wil ik er een en hier wil ik er een. Dat denk ik wel meestal. Oké. Dat is best raar, dat is een beetje gewoon. First day! Wie typt zo snel? Ik hè. Dus ja, dan beginnen we daaraan. Jens is bezig met het dak, dacht ik. I don't know. Waar is hij? Ja, ja, en dan eigenlijk, stap 3 is eigenlijk al gewoon simpel. De details toevoegen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, zo'n huis maken. Dat is eigenlijk vrij simpel zelfs. Je begint gewoon voor het hier zoiets. Klein afdak hier. En hier kun je ruitjes steken. Oh ja. Oké. Okay. Dan heb je al een klein afdakje voor dat ene ruitje. Je kan bijvoorbeeld hier hekjes onder gaan plaatsen. Je kan een tweede dak boven een dak plaatsen. Raar om te zeggen. De bescherming, hè? Ja, bescherming van het eerste dak. Als er een duivel poept of zo, dan heb je altijd nog. Hè? Tweede dak. Tel dat het eerste dak nat wordt. Ja, het wordt. Ja, dan is het eerste dak droog. Kijk, nou is dit stukje al. Eigenlijk, kijk hoe snel het gaat. Het is heel simpel. Ja, maar het staat er al. Dus zo bouw je. En dat kijk steeds omhoog. Dus hier wil ik ook eruit. Dus dan zeg ik even hier een reutje zo. Ik wil er graag hierheen.
En dan ook hier gewoon een afdakje boven. Zo, vier afdakje. Oh, ja. Hier kun je ook een afdakje maken. Kun je helemaal doen hoe je wilt. En Jens, jij bent bezig met het dak? Of ga je de dak over hier uitleggen? Ja, hier heb ik al wat. Laat zien dan op. Ja, oké. Dus, vroeger had je dit. Zo, zonder nog die trapjes erop. Ja. Zo, dit was het. Zo redelijk saai nog. Dit is dus ook weer een beetje hier... een skelet idee dit, hè? Ja. Ja. Dan heb ik hier zo wat trapjes aan toegevoegd. Zo. En aan de binnenkant was het ook wel nog zo kaal. Zo. Ook zo trapjes. Sorry. Dan heb je hier nog een trapje erop. Dan nog even scrollen achter de slappy. En zo heb je al een leuk soort van dak. Zo met zo'n leuk, hoe heet het, zo'n topje eraan. Mondje, zo wat overhangt. Mondje leek. Ja. Met een sikje eraan. Een sikje. Kijk. Een sikje, ja. Een sikje. Er zit een sikje eraan. Ziet er wel sick uit. Een sikje. Maar wat ook heel speciaal is aan daken bij ons, is wij maken vaak boegen in onze daken. Zoals je bij het totale voorbeeld ziet, bij dat grote huis die al af is, hier loopt zo'n boog in het dak, zo'n bult, een beetje een bult terug heeft die. Oh ja. Dus dan moet je dat nu al meteen rekening mee gaan houden van, ik wil zo'n bult in het dak. Dat ziet er best vet uit als je dat goed het werkt, dus moet je dat hier zo slapje plaatsen steeds bij. Oh ja. En dan weer naar beneden bijvoorbeeld. Zo. Dan haal je dit weg. En dan begin je gewoon met het vullen. Het is heel simpel. Maar je pakt de kleuren die je in het dak wilt. In dit geval stone brick. Gewoon ploep. Heel simpel. Dus eigenlijk echt een dak is eigenlijk vrij makkelijk. Maar veel mensen maken weinig daken, heb ik al gezien. Die gewoon heel snel een dak maken. Maar dat is eigenlijk echt totaal niet moeilijk. Mensen hebben daar soms moeite mee met zo'n dak. Het is best nog wel heavy. Maar je moet vooral natuurlijk werken met de blokken en met de stairs. En dat maakt het. En de slabs natuurlijk. Dat zijn eigenlijk de drie basis, als ik het goed zeg. Slab, blok en stairs. En daarmee kan je denk ik wel een hele hoop dingen al mee maken. Denk ik. Zeker. En wat mensen vaak als fout maken, is in het begin, ze hebben geen skelet. Ze hebben geen skelet gemaakt. Wij hebben hier gewoon die afmeting. We weten wat voor dak we willen. Ja. Mensen maken eerst die onderkant van het huis en dan staan ze daar van Nu een dak, ja. Hoe ga ik eraan beginnen? Even dit proberen. Ja, nee. We weten al wat we willen. We hebben al, dus daar kunnen we ons op richten. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat doen wij ook altijd. Zo bouw ik ook altijd. Want je gaat van onder naar boven. Maar dus de tip is, wat we op school moeten leren, je moet een skelet maken en daarvan uit bouw je dan je dak. Kunnen jullie nu allemaal noteren? Ja. Allemaal noteren, zou ik het doen? Ja, ja, noteren, zeker noteren. Even. Het dak is dus nog niet compleet. Wij willen hier iets meer detail in. Het is zo grijs. Zo'n beetje grijs vind ik het er een beetje uitzien. Nou, dan kunnen we een beetje cobblestone erin toevoegen. Dat is ook grijs, maar ik kan er wel leuke dingen mee toevoegen. Ja, godverdomme, Roy, niet lachen. Er zit iemand te lekken boven me. Wie is dat? Wie zit hier zo te lekken? Oh, Gio. Sorry. Ja, dan is het Gio. Gio is te boos. Kan hem weer niets inhouden. Ja. Vond je dit een leuke aflevering van een uur, maar we hebben het opgesplitst in 3 delen. Dus volgende keer komt deel 2 van deze grote school, piratenschool eigenlijk. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug bij de 2e aflevering van die piratenschool. Doei doei!